Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat iedereen in deze kamer nu je wel gaat missen. Absoluut. Ja, ik ben. Absoluut. Ja, we gaan, als je terug bent, dan gaan we gewoon weer echt zo hard. Gaan we zo aan en dan gaan we koken. Cocaïne. Ja, precies. De hele rattenplan gewoon. Ja, nou, dat is wat ik voor nu momenteel te zeggen heb. Yes! Kom nu, Robin. Op de man. Jullie kennen ook allemaal Felix natuurlijk. Ja, genoeg vader. Nou, Marcelus. Ik ben ook een lam. Ik ben ook zo slecht op dit soort jongen. Slecht moment, Felix. Kom hier met zo belangrijk. Maar het maakt niet uit. Krijg maar de kanker, maar maakt niet uit. Beste herinnering, beste herinnering. Ja, herinnering. Oei. Ja, dat gaat wel een Kreta, denk ik. Dat is maar even terug. Dat is denk ik wel Kreta, ja. Ja. Ik denk Kreta, ja. De Felix, die probeert de chick te regelen. Ja, je moet het gewoon zeggen. Met een nadruk op proberen. Felix probeert de chick te regelen. En het lukt niet helemaal. Nee, want daar zitten wel sancties aan. Bestie zo. Die vriend van die bitch die komt naar Felix toe. Wat zei die ook weer? Ik heb geen idee, maar. Nee, die chick zei: dit is mijn vriend. Oh. Die chick voelt niet helemaal leuk. Maar in ieder geval. Ja, wow, ging het ook weer. Jullie werden in elkaar geslagen. Dat was vreemd. Maar het was wel bonkietuin. Dat was bonkietuin, ja. Dat was bonkietuin, ja. Nee. Weet, jij weet het nog, je weet wow. Je hebt van mij verteld, ik weet dat beter dan jij, denk ik. Nou, dan neem ik ook wel even een groot verhaal. Vertel me over. Ja, je bent wel lang in beeld. Paas hem over, deal. Felix, jij zat een chick te regelen in Amnesia. En je zat een drankjes te geven, je zat te sponsoren. Je zat te sponsoren, maar. En dan opeens zei de chick: dit is mijn vriend. Ja, en dat waren er een paar Oostblokse dudes. Nou, Weet je hoe laat het is. Ja, dat was een opstootje. Jullie werden allemaal de Amnesia uitgestuurd. Bob's zus. Die kwam aan, die zei: kom, we gaan naar de taxi, we moeten weg, want er is fitty en het gaat niet goed komen. Jullie gaan de taxi in, jullie zitten daarin. Opeens wordt de deur opengetrokken en bam! Op, 3 keer op Felix hoofd hier zo. Eerst en hier, bam, bam, bam. Dat is niet meer, dat is niet meer. Mijn vrouw was later. Maar de taxichauffeur is uitgestapt, heeft zijn vrienden geroepen en het waren een paar van wat afgelopen ja, van Grieks, Engelsen. Ja, had oostblokkers, dat zijn oostblokkers. Ja, het waren Polen of zo. Het team taxi uit Groningen was de stad eruit en die hebben die gozers helemaal de kloot ingeslagen. Oké, wat was je eerste ontmoeting met Felix? Twee jaar geleden. Bevriend, wanneer kwam je met een bevriend? Laat het maar door. Hoe je het Nee, het was 2 jaar geleden. Toen bleef ik zitten in de vierde. En toen werkte ik bij Pace Focus. Dat is toen een PlayStation site die inmiddels is opgegeven. En verder schreef ik elke dag op die site. Op een gegeven moment zag je mij in de klas en vroeg van: ben je inderdaad van Pace Focus? Ik zeg: ja, dat klopt. Nou, vanaf daar hebben we het eigenlijk alleen maar over Uncharted gehad. These guys are playing for keeps. You're gonna keep going, aren't you? For what? Treasure? Hang on, I got you! Admit it. You love all this as much as I do. Ever a dull moment, huh, Sully? Why change now? Yalla! Oh, crap! Big wave! Big wave! No! En epische muziek en bankjes en zo. Ik was op een
gegeven moment ook bij het tijdens het Comeniusbankje, of ja, het Comeniusbankje, en daar bij het Graanvel, zo je ochtend, ik ken de Mr. Marsden avond. This is America, where a lying, cheating degenerate can prosper. What will you do now, Mr. Marsden? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. It's gonna be a bloody job. I don't know any other kind. I was right all along. Your savage heart cannot be conventionally civilized. Maybe you live in a different America than we. I'm gonna cut you up, piece by piece. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marsden. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. So it seems. Op een gegeven moment met Pim hebben we toen nog een bankje gehad, toen een van de avond dat we echt een uit de boom gepist, jawel. En met ik wat allemaal hebben we nog met een van de vriend van mij, dat was weer een neef, van die had 9 maanden, kwam je net uit de gevangenis en hebben we toen Bacardi Ras meegedronken. Die pist over een auto heen en zo. Toen kwam ook nog de vliegende hertavond. Was ja, de vliegende hertavond. Ik kon nooit zo bad zien gaan als die avond. Ja, hij ging zo bad. Maar echt vanaf daar is het gewoon onafgebroken elk weekend elkaar bellen van kan je uit en gaan we chillen. En het is gewoon eigenlijk, ja, ik beschouw hem nu echt als een van mijn beste vrienden gewoon. En daarom eigenlijk dat ik ook deze video maak. Gewoon om even een goede hart onder de riem te steken dat hij nog in Amerika als een epen kan terugkijken. En er staat ook wat epische muziek hieronder komen. Dit is wel een beetje een hel moment. Het is een emotionele moment nu wat ik eraan vastpak. Hier moet die zielige muziek op. Dat moet er zijn. Klein traantje. Ja, precies. Dus ik wil best zeggen, heel veel plezier in Amerika en we gaan pas terug met een challenge. Nee, maar jullie kunnen dat. Sam, what else? They're leaving Middle Earth. Never to return. The skill of the elves can reforge the sword of kings, but only you have the power to wield it. So Gandalf thinks he has found the lost king of Gondor. It matters not. The world of men shall fall. This is my power. The enemy has been found. Bring me back this mighty gift. You're all going to die. But you know this, don't you, Gandalf? Where is she? The woman who gave you that jewel. This city of Osgiliath has been reclaimed for Gondor! A day may come when the courage of men fails. But it is not this day! This day we fight! For Frodo.